Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSP Divarmoor en vandaag ga ik op pad met de ambulance. En jullie konden stemmen via mijn Instagram en dat hebben jullie massaal gedaan. En dat is dat de keuze was uit drie ambulances, namelijk deze, die en deze hier. Jullie hebben allemaal, het ging nek en nek tussen die en twee eigenlijk ook wel, dat was deze. Dus ik heb gekozen voor de drie uiteindelijk. Of ja, nee, ik heb gewoon drie gepakt, want dat was de meeste. En dat was namelijk deze. Maar ja, goed, wat ik wel leuk vind, en dat heb ik laatst al gemeld in een video, of ja, in een video, toen een beetje de hele post Maastricht ben aan het namaken. Dat is namelijk hier de 132, die is inmiddels al buiten dienst en die bestaat niet meer. Maar ik heb hem toch nog in mijn game staan. Hier de 133, dat is de semische blokkendoos, noem ik hem altijd, de kleine versie. Dan hebben wij één versie, de semische blokkendoos Groningse versie. Die gaan we vandaag dus gebruiken. En we hebben dan nog wat Otarissen, zoals de 138, 135, 137, noem maar op. En de Raptor Responder natuurlijk, een Outlander. En ze hebben allemaal hun eigen sirene, et cetera. Dus dat is wel leuk. Nu hebben we dus de 134. Die heeft een wat langzamere politie-sirene, vind ik hem altijd klinken, met een super dikke luchthoren. Daar heb ik ooit eens een audiobestand van genomen, want ik liep langs hem en ik zag de zwaailichten aangaan. En toen dacht ik, nou even snel opnemen met mijn telefoon. Komt nu in beeld, of dat komt niet in beeld, maar dat gaan jullie nu horen. En ja, die sirene is niet 1-op-1 wat ik hier in GTA heb. Maar in ieder geval, ik heb hem dus wel proberen na te maken. Maar het is niet dezelfde nogmaals. Deze Almu is dus gemaakt door Enomods. Hij heeft hem nog niet gereleased. Ik weet niet of die persoonlijk voor mij was gemaakt. Wat ik wel weet is dat we nu naar onze eerste melding gaan. Die we al een langere tijdje terug hadden aangenomen. Een A1'tje voertuigongeval. Kregen we weer een error in beeld. Maar dat houden we ons niet tegen. Gewoon de sirene die ik ook voor de B-klasse en de Vito gebruik, dus hij klopt dus niet helemaal. Maar ja, we moeten wat ermee, hè, of we moeten wat ervan maken. Een luchthoren horen jullie zo meteen ook, of die hebben jullie misschien al in de intro gehoord. Ik weet nooit hoe mijn intro eruit gaat zien. De filmpjes voor mijn intro met de muziek en zo bedoel ik dan. Het is wel grappig om te zien hoe Maastricht dus nu, en dat is vast meerdere regio's, een paar verschillende type ambulances heeft. Want we hebben dus de Otaris, wat ik al zei. Maar we hebben dus ook deze. We hebben die blokkendoos, de 133 die jullie net zagen. En we hebben ook deze versie, maar dan nog nieuwer. Zelfs met de nieuwe facelift sprinter en zo. Dus we hebben eigenlijk, moet ik even snel tellen, buiten de Rapid Responder en de Muku, hebben we een Otaris, een oudere versie. Otaris nieuwere versie, blokkendoos klein noem ik hem maar even, daar hebben we er 1 of 2 van. Dan hebben we deze, dat is 4. Hebben we deze nieuwe versie, dat is 5. En dan hebben we een Rapid Responder. We hebben gewoon 5 verschillende type ambulances nu nog. Dag collega's. De snelweg is altijd een gevaarlijk punt. Of ja, ik vind het helemaal niet fijn om hier op de snelweg te rijden. Met die bochten en zo. Scheuren gewoon van links naar rechts. YOLO. Dat zou hier ergens moeten zijn. Daar staan de collega's van de politie al.
Nou, wat ik al had verwacht, maar je weet het nooit. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Krijg je de error. Zet hem even hier neer. Er zit ook geen oranje of iets op, meen ik. Nog niet. Hopelijk wordt er nog gefixt. We gaan even kijken of hier toevallig geen auto naar onder is gedonderd. Waar de agenten bij staan. Nope. Oh, een konijn. Dan gaan we weer terug naar onze post. Laat ik even blauw aanstaan zodat het verkeer een beetje afremt. Oh ja, goed. Yo, oké, ik schrijf me helemaal kapot. Ja, dat kan ik er niks aan doen, vriend. Ja, eigenlijk wel, maar dan hoef je mij niet aan te vallen. Ik zie jullie zo weer terug op de post. Zijn we terug. Bijna dan bij de post. Krijgen we meldingen binnen, person shot bijvoorbeeld, persoon neergeschoten. Neem hem niet aan. Tip als je deze mod hebt, die niet aannemen. Bij mij crash je in ieder geval vaak. Of bijna altijd, dus ik weet niet hoe het bij jullie zit. Tevens heb ik ook door dat car accident gewoon geen succes is met deze mod. Dus ook die zou ik niet doen als ik jullie was. Ene keer gaat hij wel goed, andere keer niet. Maar meestal crasht hij. Of laat hij in ieder geval die error zien. En dan komen we daar aan en dan staat er een brandweerauto of een politieauto zonder enige inzittende. En dan is het klaar. Met de melding heb je geen slachtoffer of iets. Dus die gaan we dus niet aannemen. Een trauma, letsel dus, upper limb. Gewoon A1 toch? Ja. Nou, dat was de luchttoren. Komen we hier tussendoor? Jazeker. En anders zorgen we wel dat we er tussendoor ook komen. Hier tussendoor. Ik zie niks. Hallo, first person. Waarom hebben we deze weg ook weer gekozen? Oh, easy peasy. Ik zie niks. Ik rijd ergens tegenop. Ik zie nog steeds niks. Ja. Oeh, dat zijn wat krasjes. Oeh, dat is niet mooi. Oh, we komen hier daar. Oh, kut. Oh. Ja, gaat kijken goed. Kalm man. Goeiedag schotel. Waarom ben ik alleen? Omdat ik geen zin had in een collega vandaag. Die heeft toch niet dit pakje. Dat moet nog even gemaakt worden eigenlijk. Hè. Tot de ambulance collega's ook dit pakje hebben. In LSPDFR hebben ze dat al. Oeh, dit is wel slecht. Even kijken. De saturatie is erg laag. Ik wil even weten wat er is gebeurd. Meerdere wel luiken. Ja. Allergisch voor ibuprofen, hypertensie, diabetes. Hij was aan het rennen en is neergevallen. Oké. Dan gaan we zo meteen wat zuurstof geven, want hij moet wel echt even opknappen. Nou, hij zal ook wel wat trauma's hebben. Kijken wat dit doet met hem. Heel klein beetje stijgt de saturatie, voor de rest doet hij niks. Dan gaan we met spoed naar het ziekenhuis met hem. Nou, nu stijgt wel alles. Maar alsnog gaan we met spoed. Zo te zien kan hij niet instappen. Ik kan nog eens kijken of dit... wacht. Nou, hij gaat er niet in. Kan aan mij liggen, kan aan de auto liggen. Nu gaat u zeggen dat ik mijn patiënt ben vergeten, weet ik. Wat
Maar als ik eenmaal bij het ziekenhuis ben, is dat ook wel opgelost. Luchthoorn deed wel wat ze wat hij moest doen. Hij liet in ieder geval de persoon aan de kant gaan. In principe gebruik, ja, lijkt mij, en dat zei ik laatst ook al, lijkt mij dat je die gewoon niet graag gebruikt als er een patiënt achterin ligt. Dan heb je zoiets van, nou, laat die luchthoorn maar even zitten, want dat is niet echt comfortabel voor de rit. Ook al rij je heel rustig en ontspannend. De sirene zelf maakt het al erg, lijkt mij. Tot je beseft van shit, ik moet met spoed naar het ziekenhuis. Dat is toch altijd erger dan gewoon zonder spoed naar het ziekenhuis uiteraard. En dan vervolgens komt er zo'n super dikke brandweersirene overheen die echt iedereen hoort in de hele stad. Oh, sorry mevrouw, die was helemaal niet raak. Ja, maar retour post. Bijna wel een reanimatie. Het gas gaat er toch altijd wat meer op bij een reanimatie. Hè? Dat is wel bij het ziekenhuis, dat scheelt. Goeiedag, hallo. Ja, ga ze door. Ik kom er eens bij zitten. Mensen vragen mij altijd van wat is nou je fijnste, wat vind je nou de fijnste auto en wat speel je het liefste. Dit is inderdaad een reanimatie. Dan zeg ik altijd, ja, weet je, daar geef ik nooit echt antwoord op, want ik speel, ja, ik speel het liefste LSPD ervoor, omdat je daar het meeste in kunt. Maar die sprinters, als je die een beetje versnelt, qua, via de trainer, dus dat is met F3, en dan vehicle options, en dan, speed, nog wat, en dan zet je van 40 op 45, dan is die heerlijk om te rijden, zeker met het stuurtje. We zijn bezig met het, nou, de saturatie daalt enorm. Wederom, ja, wacht, we hebben iets. We hebben een succesvolle reanimatie, we gaan naar het spoed met naar het ziekenhuis wat we hier zien. Die witte lampjes in de grill zijn ook wel vet. Hij gaat toch niet mee. Nou, we moeten aan deze kant staan. Zo.
Nou, en dan zullen we nog één melding pakken en dat is goed geweest voor vandaag. De eerste melding was natuurlijk loos. De tweede melding was wel iets. Nu dan die reanimatie redelijk in de buurt. Dus pakken we nu nog snel even een meldingje. En is hij ook klaar. Maar dan zei of een A2 is of een A1. Een dronken persoon, ja die is wel echt A2 eigenlijk. Daar gaan we dan ook A2 naartoe, want hij is in de buurt, dat dacht ik al. Puur daarom neem ik hem aan hoor, omdat ik weet dat het daarachter is. En dan is het best logisch dat wij die krijgen, want natuurlijk doet de MKA, meldkamer ambulance, altijd dichtstbijzijnde ambulance koppelen. Dus sta je in een ziekenhuis, dan zei dat zo. En het is namelijk ook zo dat, je als ambulance in andere regio's moet aanmelden, zeg maar. Dus stel dat jij wordt als patiënt of een, nou laten we het anders zeggen, een patiënt wordt vervoerd van Amsterdam naar Groningen. Dan is geloof ik, dan weet ik bijna 100% zeker, de meldkamer of de ambulance uit Amsterdam verplicht om bij de meldkamer Groningen te zeggen van hé, wij zijn er en wij zijn onderweg terug naar Amsterdam, maar wel beschikbaar. En zo kan het dus zijn dat een ambulance uit Amsterdam een A1 melding krijgt in Groningen, omdat hij gewoon dichtstbijzijnde ambulance is. Zo heb ik dat al eens gezien hier in Maastricht. Goedendag mevrouw, meneer, wat is het? Oei. Oh. En hij ligt. Dat bijvoorbeeld, dan krijg je, wij hebben hier C2000, dus je ziet de meldingen niet meer. P2000 zou je de melding dus op internet kunnen zien. Maar ik heb wel zo'n app. En ineens zag ik A1 Maastricht, die in die straat. Ik ging kijken, was er voor een ambulance uit... Oh, die is wel heel slecht. Goeiedag. Even kijken. Oh, de saturatie is heel laag. Wat was ik aan het zeggen? Toen zag ik dus dat het gewoon een ambulance uit Brabant was of zo, die hier dan een A1 rit kreeg. En nee, dat is dan geen fout, maar die kreeg gewoon echt een A1 rit hier. En dat is puur omdat hij dus... Omdat hij dichtst bij zijn ambulance was. Uitstappen. No fucking way. Fucking amazing. Ik blijf van mijn ander af. Zo. Goedendag, waar waren we? Hallo, ja, komt u maar mee. Oh, error. Maar niks uit. We hadden zuurstof gegeven en we gaan nu met spoed naar het ziekenhuis. Ook al hadden ze een A2 heen, rit heen, heeft de meldkamer verkeerd ingeschat, want een code green is geloof ik echt gewoon heel laag. Sirene is hier niet nodig. Ja, dus dat. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat dus jij ineens in Groningen bent en een ambulance uit een andere regio en dan echt een verdere regio. En natuurlijk kan het best zijn dat een regio naast Groningen, bijvoorbeeld regio 2 of regio 3, Groningen is dan 01, tot die uithelpen. Maar als je eentje uit regio 20 met A1 ziet rijden, kan het zomaar zijn dat die gewoon een melding kreeg via de meldkamer Groningen. Dus dat kan. Is in elke regio als het goed is zo. Zijn geloof verplicht, heb ik eens van allemaal zelf gehoord, van de medewerkers. Dus daarom hebben ze ook een boekje bij met ja, hoe dat allemaal werkt en welke meldkamer het is en zo. In ieder geval voor nu, ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik ga deze ambulance zeker nog vaker gebruiken. Ik ga wel even NO achterna zitten tot hij een beetje moet worden afgemaakt. Maar ja, ik ben heel blij dat hij hem heeft gemaakt. Want hij heeft hem echt gewoon voor mij gemaakt. Zonder dat ik er echt naar vroeg. Dus dat vind ik altijd super tof. Het zijn er wat kleine details. Maar dat komt vanzelf wel. En komt het niet, dan is hij ook al goed. Want blauw doet het in ieder geval. En wij kunnen ermee scheuren. Dus dat is het belangrijkste. Over een paar dagen een nieuwe video. Wat er nog is, weet ik nog niet. Dus laat je verrassen. Tot dan. Doei.